Goeiedag, we gaan terugkijken op de grote successen van het sportweekend. Het brons voor Kirsten Wild, het zilver voor Nouchka Fontijn, het goud voor Marichelle de Jong, de overwinning van Sparta en de prima prestatie van Feyenoord in de klassieker tegen Ajax. Dat laatste bracht ons heel veel reacties op onze website Rijnmond.nl. We zijn blijkbaar nog steeds de zender waarop u Rijnmond, waarop u Feyenoord het liefste volgt. Dus daar zijn we hartstikke trots op. Laten we voor de verandering die reacties maar eens doornemen, Jan Dirk. Ja. Zo hebben wij Rick uit Sukhothai. Die luistert naar ons vanuit Thailand. En die schreef vooraf: ik heb er een heel hard hoofd in. Ik hoop maar op een wondertje. Ja, dat is mooi. Doet me een beetje denken aan de persconferentiemiddag rond kwart voor drie. Gistermiddag rond kwart voor drie in de arena met Frank de Boer die realistisch was. En Koeman die erg sterk opende, vond ik. Die was open en kwetsbaar. Die zei letterlijk, ja, ook ik heb natuurlijk vertrouwen gehad van tevoren. Dat moet wel als trainer van deze club. Maar toen las ik de krant op zaterdag en dan vond ik mijn spelers wel erg positief. Toen dacht ik zo, die hebben misschien wel meer vertrouwen in dan ik. Dus Koeman was misschien wel met dezelfde gedachte aan dit duel begonnen als deze reageerde op onze site. Schrijft hij zelf, de luisteraar, na afloop: prima uitslag en nog mooier, de jongens hebben fantastisch gespeeld. Ja, het was echt een fantastische prestatie van het hele elftal. Veel beter dan verwacht. Blijkbaar is Feyenoord beter als zich kan instellen op een tegenstander. Net als een paar weken geleden bij AZ. Ja, en het was gisteravond echt, of gistermiddag echt een duel. Ja, dat ze eigenlijk hadden moeten winnen. Dan Hans uit Rotterdam-Zuid. Die schrijft: ook mooi dat het zo waanzinnig druk was tijdens die laatste training. Dat moet elke Feyenoorder goed gedaan hebben. Ja, Koeman wilde liever besloten trainen. Zei hij vrijdag op de persconferentie, maar zaterdag op Feyenoord 1500 mensen. Echt een waanzinnige stimulans voor die spelers. En dat geeft nog eens aan hoe groot deze club is. Hè. Een waanzinnige impuls voor die spelers. Meneer Willems uit Hoorn: ik heb een prachtige middag gehad. Ik herleef een beetje de jaren 70, 80 en het begin van de jaren 90. Ja, zeg ook de jaren 60 erbij. We hadden gisteren op de radio Rijn Krijermaat, die elke week voor ons wedstrijden analyseert. Die heeft tussen 60 en 65, zei je gisteren, 3 keer gewonnen uit tegen Ajax en 2 keer gelijk gespeeld. Maar het is mooi dat deze meneer deze vergelijking maakt. Erik uit Spijkenisse: mooi om te zien dat Feyenoord veel en veel beter was dan Ajax. En ik ben het dus ook niet eens met de uitspraak dat Feyenoord zoveel kansen heeft gemist. Vermeer hield gewoon alles tegen. Ja, de waarheid ligt altijd in het midden. Feyenoord was gisteren goed, met name de slag op het middenveld werd gewonnen met een uitstekende Klaasie en Elamadi. En Bakal in iets mindere mate, maar die eerste twee, Klaasie en Elamadi, waren echt de smaakmakers gisteren. Ja, en ze hebben 8 kansen gekregen waar Ajax er 4 kreeg. Nogmaals, ze hadden echt moeten winnen. Kroes uit Rozenburg: lekker die Amsterdamse arrogantie afgestraft. Ja, je ziet dat het verwachtingspatroon daar gewoon toch hoger ligt in Amsterdam. Wat ik echt een van de meest bizarre momenten gisteren vond, was toen Vermeer rood kreeg, moest Van der Wiel eraf. Die ligt onder vuur, maar speelde ruim een jaar geleden, nog een WK-finale. Echt een hels fluitconcert van 50.000 mensen. Dan hebben we nog een reactie uit Amsterdam zelf, van Kok. Met schaamrood op mijn kaken neem ik al mijn woorden terug en ik kan alleen maar tegen Feyenoord zeggen: welkom terug. Ja, ze staan 4e. Dat hadden weinig mensen van tevoren verwacht. Koeman is echt bezig met zijn ploeg iets moois te maken. Er is nog geen stabiliteit. Deze uitslag geeft geen garantie dat Feyenoord in de komende weken telkens zal winnen of een keertje in Groningen punten zal verspelen. Maar er is wel iets moois aan het ontstaan. Het mooiste was misschien wel de reactie van de bank toen de Vrij scoorde. Iedereen was blij. Het enige wat er miste gisteren, een vak vol Feyenoord supporters. Ja, hing in de arena ook een mooi spandoek van de Ajaxide, gezocht vol uitvakken bij een klassieker. Nu moest Feyenoord het doen met een enkele illegale aanhanger. Kijk toch even mee naar Joris Lutz, die toch naar de klassieker ging. In deze duistere tijden van onderdrukking en controle durft niemand het aan om als Feyenoord supporter naar de arena te gaan. Niemand? Nee. Eén man is bereid alles te riskeren om zijn club aan het werk te zien in de klassieker. Op uitnodiging in een VIP-box. Ze kan niet wel. Prettige wedstrijd. Mijn broer zei op mijn 7e, voor wie ben jij? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, voor wie ben je? Ik zeg, nou, weet ik veel. Hij zegt, dan ben je niet voor Feyenoord. Oké, dus ik was toen voor Feyenoord. De laatste keer dat ik in de arena was, eigenlijk fijn dat de wonden zijn volgens mij. Ja, 10 jaar geleden was de laatste wedstrijd met mijn vader. Toen was David Connolly, die liep opeens op stoom. Dan was hij toch zijn 1,8 miljoen per jaar opeens waard. Ze trekken zich aan elkaar op en zijn beter tegen elkaar dan tegen de anderen. En het beste op dit moment is Feyenoord eraan toe, want Connolly treft hier de roos. Wij waren met z'n tweeën, stonden zo, we keken elkaar aan en toen keken we om ons heen. En toen waren we de enige die rechtop stonden.
Er stond er Amsterdam en zei, ah, Luts, je hebt geluk, man. Dat je dit vak ziet in het andere, dan had je geen haar meer gehad. Goed. Voor je het weet word je gespot en dan word je eruit gezet officieel. Meneer, mag ik wat vragen? Tijdens de wedstrijd bleek dat Feyenoord tot vele verbazing lang de betere was van Ajax. Nadat De Vrij Feyenoord op voorsprong had gezet en kort daarna Ajax-keeper Vermeer met rood het veld af moest, leek er zelfs een overwinning in de maak. Maar met 10 man rechtte Ajax terug. Vertongen kopte uit een hoekschop de 1-1 binnen, die ook de eindstand werd. Een mooi resultaat, maar eigenlijk had Feyenoord meer verdiend. Dit elftal kan heel goed spelen vanuit een tegenstander. Want we hebben natuurlijk heel veel snelheid voorin. Ja, en je ziet dan ook toch wel weer de zwakte in de laatste fase. Want 11 tegen 10, Ajax neemt nog meer risico, probeert druk te zetten. Toen werden we slordig. We zijn niet meer dreigend geweest eigenlijk na de 1-1. Nou, dat is jammer. 1-1 is een mooie uitslag, maar op basis van de wedstrijd ja, zijn we eerder teleurgesteld dan dat we heel blij zijn omdat er meer in zat. En dat is één compliment voor het elftal. Want dat hebben we laten zien. Aan de andere kant is het jammer dat we dat niet daadwerkelijk dan ook in de score hebben, tot uiting hebben gebracht. Voor de wedstrijd stond Feyenoord al boven Ajax in de competitie. Maar de Amsterdammers waren favoriet. Toch waren ze niet verbaasd door de kracht van Feyenoord. Nee, zeker niet weten dat Feyenoord goed kan voetballen. Maar dat wij sterker zijn, dat hebben we vandaag nogmaals niet laten zien. Vooral het middenveld van Feyenoord blonk uit. Met hoofdrollen voor El Amadi en Klaasie. Het was zijn eerste Ajax Feyenoord. En dat zijn wel testmomenten voor dit soort spelers. En als je dan zo rustig de wedstrijd bespeelt, het overzicht heeft hij in dat opzicht. Ja, en als team bij elkaar speelt, dan kan hij dat heel goed bespelen. En Amadi is natuurlijk het hele seizoen al de beste binnen het team met een aantal anderen die heel goed spelen. Maar heel, heel regelmatig goed. En voor dit Feyenoord is het heel belangrijk dat je juist in deze wedstrijden jezelf bent en gedurfd speelt. Want ja, voorheen was het vrij snel gedaan in dit soort wedstrijden met Feyenoord. Conclusie, Feyenoord deed zichzelf tekort in de arena, maar mag zeker trots zijn. Net als Joris Luts, die geen slecht moment had uitgekozen om als enige uitsupporter te infiltreren in Amsterdam. Het was spannend. Ik bij de 1-0 ging staan. Yeah. Toen kreeg ik weer hetzelfde gevoel als jaren geleden. Want iedereen na me bleef zitten. Maar we waren hele aardige mensen. Er was gelukkig niks aan de hand. Het was van korte duur, want een paar minuten later was natuurlijk de 1-1 een feit. Ja, het was natuurlijk wel, laten we eerlijk wezen, met wat wij hebben. 1-1 had ik van tevoren voor getekend. Dan gaan we lekker een biertje drinken. Maar dat doen we wel in Rotterdam dan, toch? Proost. Mooi die uitspraak van Koeman over El Amadi, Jan Dirk. Ja, maar die speelt ook geweldig deze competitie. Ik zei het al, was gisteren echt de beste speler van het veld. Vlak voor rust geeft hij een paas achter zijn standbeen langs van een van zijn ploeggenoten buitenspel. Hij begint ook te scoren. Ja, hij is echt heel regelmatig te uitblinken elke week. In ons klassement voor de voetballer van het jaarverkiezing kreeg El Amadi zelfs een 8. Maar we zien hem nog niet terug in de top van het klassement. Dat nog altijd wordt aangevoerd door Sparta-aanvoerder Jeroen Veldmaten. Op de voet gevolgd door Jordi Klaasie. Nieuw in de top van het klassement is Ilias Bellassani. Die kreeg een 8 in de wedstrijd tegen Go Ahead. Dan gaan we terug, Jan Dirk, naar de reacties op internet. Op Rijnmond.nl. Marius Kieboom uit Maassluis. Koeman is net Hannibal Smith. Weet je, die man van het E-team. The man with a plan. Ja, hij bedenkt elke keer een liste om een tegenstander zwakker te maken en de sterke punten van zijn eigen team ten volle tot uiting te laten komen. Dat was bij AZ zo, toen hij met 2 spitsen speelde, of gisteren gewoon met 3. Maar wel met Fernandes in plaats van Guidetti. Ja, dat pakte allemaal goed uit. Dick uit Barendrecht, die schrijft, Cissé kan beter op de bank blijven zitten, desnoods thuis. Ja, hij viel in, dat deed hij heel behoorlijk, vind ik, gisteren. Maar met Cabral, die gisteren ook uitstekend speelde, met Schaken, die af en toe echt gevaarlijk was, met Biseswar daar nog achter. Ja, denk ik dat Cissé niet heel veel aan spelen meer gaat toekomen. Peter uit Sliedrecht, de verdediging is op dit moment het zwakste onderdeel van de ploeg. Ja, je moet gisteren of je moet. Er zijn 2 spelers die niet een voldoende scoren wat mij betreft. Mulder was af en toe zeer onzeker. Bij 3 momenten maakt hij zelfs aantoonbaar fouten. Ja, en Vlaar gaat niet vrij uit bij de gelijkmaker van Vertongen. Geeft dat ook zelf toe, dus dat is goed. Maar ook Vlaar was gisteren niet goed genoeg. Jaap uit Schiedam over Vlaar. Dan heb ik er nog de meest vriendelijke reactie uitgepikt. Die wordt dit seizoen eerder slechter dan beter. Ja, die is 2 seizoenen geleden onder been met André Bahia in het centrum. Je zou het bijna vergeten, was hij ongelooflijk belangrijk. Hielden ze meer dan 14, 15 keer de nul. Maar dit seizoen speelt hij nog niet.
zoals hij zou kunnen spelen. Freek uit Barendrecht, houd deze lijn vast, Feyenoord, en blijf investeren in je jeugd. Ja, dat is precies wat Koeman afgelopen vrijdag op de persconferentie zei toen wij naar vroegen. Van dat zou wel mijn advies zijn, ook al heb je straks, als je uit categorie 1 bent en je hebt dus meer financieel te besteden, blijf investeren in je jeugdspelers en blijf jongens kansen geven. Geurde zei daar wat over in de Telegraaf, hè? Ja, die zei iets opmerkelijks over Peter Bos, althans opmerkelijks. Geurde was ook zo realistisch om te zeggen, in die tijd zijn er fouten gemaakt als het gaat om salarissen en zo. Maar is ook Peter Bos is wel degene geweest, de huidige trainer van Heracles, ja, die ervoor heeft gezorgd dat de jeugdopleiding beter is gaan functioneren. Mookhoek uit Rotterdam, hartstikke goed gedaan, Feyenoord, maar nu volgende week tegen Groningen doorzetten. Ja, dat is de vraag, hè, of het elftal stabiel genoeg is om voor langere tijd te presteren. Tegen ADO ging het pas mis, tegen VVV was het niet goed, maar wel, werd er wel gewonnen. Ja, Groningen is weer een wedstrijd, een uitwedstrijd, daar kun je een beetje instellen op je tegenstander. Maar het zou echt fantastisch zijn als dit elftal voor langere tijd stabiel zou presteren. Sparta won met 4-1 van Go Ahead. Robert uit Rotterdam, een verdiende overwinning, maar dat mocht dan ook wel een keer. Ja, als je nou praat over een gebrek aan stabiliteit en wisselvallige prestaties, dan is dat helaas op het kasteel het geval. Maar goed, Sparta wint gisteren met 4-1 van een ploeg die we zeer serieus moeten nemen. Aanstaande donderdag de tegenstander van Feyenoord in de beker, en Vonk en zijn ploeg hadden dit nodig. Andere reactie op Rijnmond.nl uit Rotterdam. Applaus voor Bellazani voor al die prachtige voorzetten. Ja, die jongen begint echt heel goed te worden. Ik zag hem een aantal weken geleden tegen FC Os spelen. Was een slechte wedstrijd, maar viel hij in positieve zin op. Gisteren geeft hij 3 assists waaruit gescoord wordt. 2 keer met zijn verkeerde rechterbeen. Complimenten voor deze jonge, talentvolle speler. Sparta Piet dan uit Rotterdam, ken je wel, hè? Eindelijk weer eens een beetje passie gezien en de wil om te winnen. Ja, die was er ook bij Willem II uit, onlangs, waar het resultaat niet goed was, maar het spel wel steeds beter. En die passie hebben we te weinig gezien op het kasteel de laatste weken. Ja, wat dat betreft zijn de verschillen klein, is er hoop. Zondag Sparta thuis tegen Cambuur. Als ze die winnen, staan ze gewoon bij de eerste 4-5 ploegen. Over passie gesproken en de wil om te winnen. De boksers Marichelle de Jong en Nouchka Fontijn hebben 1 droom. Olympisch goud in Londen. Samen vechten ze om 1 Olympisch ticket in de categorie tot 75 kilogram. Maar eerst was er het WK in Rotterdam afgelopen weekend. De Jong en Fontijn bereikten allebei de finale in hun eigen gewichtsklasse. Kampioen. Ik heb altijd brons gehaald of zilver, kleine toernooien wel goud. Maar ja, echt Europees kampioen, dat heb ik nog niet op mijn lijstje gehad. En ja, dit is gewoon echt mijn toernooi. Die eigenlijk zo weinig kan. Ja, technisch, tactisch denk je van ja, het is niks, het is gewoon knallen. En dat je daar dan van verliest, dat is echt slecht. Zilvermedal, Nouchka Fontijn!
Ja, mooi. Die teleurstelling van die zilveren medaille. Ik sprak trouwens in mijn enthousiasme van een WK-boksen, maar het was natuurlijk een Europees kampioenschap. En om in diezelfde sfeer te blijven, in Apeldoorn was dit weekend het EK-baanwielrennen. Daar stelden de Nederlanders ernstig teleur. Alleen Kirsten Wild van het Rotterdamse AA-drinkleontien.nl veroverde een bronzen plak op het onderdeel Omnium. Wild stelde zich daarmee nadrukkelijk kandidaat voor een mooie klassering tijdens de Olympische Spelen in Londen, op de baan en op de weg. Nou, ik vind op de baan is de snelheid is leuk en ik hou van het tactische spel. Ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Nou, het mooie aan het Omnium is dat het eigenlijk alles bevat. Dus het zijn dure onderdelen, sprintonderdelen, tactische onderdelen. Dus ja, daardoor ja, blijft het heel spannend en ik denk ook wel aantrekkelijk voor het publiek. En leuk om te doen. Je bent gewoon 2 dagen de hele dag in touw. Je bent aan het warm rijden, uitrijden, het onderdeel doen. Maar ja, dat maakt het ook wel uitdagend en houdt het ook wel heel spannend. Nou ja, het is natuurlijk wel een EK in een pre-Olympisch jaar. Dus ja, de deelnemers staan wel op scherp en ja, er kunnen belangrijke punten verdiend worden. Dus ik denk wel dat iedereen die hier is ook wel in goede doen is. Ja, ik rijd wat op de roller. Ja, ik probeer een beetje erover na te denken, te visualiseren. En ja, dan is het gewoon gaan. Dat is wel echt het grote doel en ja, dat is toch wel ja, waar ik het hele seizoen op afstem. Ja, het wegseizoen staat ook in het teken van de Olympische Spelen. Want, ja, ik zou ook heel graag op de weg meedoen in Londen. Dus ja, het is een hele mooie puzzel en een ingewikkelde puzzel om beide onderdelen goed te combineren. Maar ik zie het wel als goede mogelijkheid. In third place, winner of the bronze medal, representing the Netherlands, Kirsten Wild. Ja, ik heb een beetje een raar seizoen op de weg achter de rug. Een paar keer flink hard gevallen en een beetje aan het klunzig. Ook, het was niet slecht, de vorm was wel goed, alleen de resultaten waren wat minder. Ja, dan sluit het nu denk ik toch wel weer wel lekker af. We hebben de afgelopen weken kunnen genieten van internationaal toprugby op het WK met Nieuw-Zeeland als uiteindelijke winnaar. Maar ook in eigen land wordt er serieus gerugbied. Zo werd Sylvester Ramaker in het dagelijks leven de coach van de Hoekers uit de Hoek van Holland. Onlangs aangesteld als bondscoach van het Heren Sevens team. En dat is een bijzondere vorm van rugby. Wat is precies het verschil tussen 15 en 7's? Het woord zegt het al eigenlijk. Je speelt met 7 man. Je speelt het op hetzelfde veld. Dus de afmetingen veranderen niet van het veld. En de wedstrijden duren maar 2 keer 7 minuten. Nou, omdat je met z'n 7 speelt, is het tactisch wordt dat een heel ander spel. En ook je fysieke belasting die wordt heel anders. Dit 15-a-side rugby is aan het eind van de wedstrijd is al veel zwaarder. Omdat het gewoon wat langer duurt. Maar het is dus een tactisch is het heel anders. En het gaat allemaal veel en veel sneller. Go!
wordt Sevens Olympisch. Waarom denkt u dat die keus gemaakt is voor Sevens? Ook voor mensen die niks van de rugbysport snappen is het gewoon heel entertaining om naar te kijken. Daarnaast is het ook, je kan dat sneller afwerken omdat het maar 7 minuten zijn. Dan is het gewoon in de toernooivorm, in 2-3 dagen kan je een toernooi afwerken. Met 15-a-side, kijk naar de WK, gebeurt dat gewoon niet. Want ja, je kan in de 15-a-side niet 2 keer 7 minuten spelen, want dan heb je gewoon een hele rare uitslag. Dan blijft het vaak 0-0. Hoe ziet de weg naar de Olympische Spelen er dan nu uit? Voor de heren zeg maar, is daar voorlopig nog geen denk aan. We moeten dus eerst wel bij de top 8 van de wereld komen. Nou, dat betekent dat je IEB 7 series moet spelen. En wij zitten nu in de hoogste Europese pool. En als je daar kampioen van zou worden, dan zou je kans maken op de IEB series. En dan is het eigenlijk, dat zijn het de landen die ook eventueel de Olympische Spelen zouden spelen. Dames daarentegen, die zijn wel met een Olympisch programma begonnen. Omdat die gewoon in de top van Europa zitten. En met dit moment, nou je nou uit vuur in. Pak gewoon, zei je wel van. Oké, applaus in. Met deze stevige kost zetten we een punt achter deze Sportclub Rijnmond. Vrijdag zien we u graag terug bij FC Rijnmond. En voor nu, hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot volgende week.